Wij wensen u een hele fijne dag. Carré! Carré is voor mij, als de jas aangaat en de hoed opgaat, ja, dan voel je ook speciaal. Ik zeg ook, gewone mensen in Carré worden speciale mensen. En de speciale mensen worden gewone mensen. Met andere woorden, ja, in Carré ga je anders lopen. Carré is voor mij ook zo prachtig, omdat het is natuurlijk een theater, maar het is ook een concertzaal. Hè. Meer dan een theater is het een concertzaal. Het heeft iets koninklijks. En dan dat rode pluche, die prachtige zaal, maar ook bijvoorbeeld die portier die dan hè, buiten staat, in die outfit. Alles bij elkaar maakt het iets, het heeft iets buitenlands. Iets wat we bijna eigenlijk niet hebben in Nederland. Carré is Carré. Wat ik natuurlijk met Carré heb, is dat ik natuurlijk in theater sta ook. En dan is het theater des theaters in Nederland is dan Carré. Voor mij is Carré misschien wel mijn lievelingszaal, ook omdat de akoestiek is heel mooi. Maar wat er ook heel mooi aan is, is dat de mensen als een soort schelp om je heen zitten. Dus je wordt helemaal omringd door mensen. Dat is heel erg prettig voor de performance, het contact. Die combinatie is excellent. Er is niks wat te vergelijken is met Carré. Alsof de wereld alleen maar cultuur is en dat is leuk. Dat stelt dat de hele wereld alleen maar toneel, theater, kunst en cultuur zou zijn. Dan zou dat zijn zoals je hier in Carré, als je dan binnenloopt. Ja, dat zou een mooie wereld zijn. Ik vind het allerleukste in Carré de voorstellingen.